moest ik 40.000 euro bijleggen toen ik het verkocht. Na drie jaar. Drie jaar stond het te koop. Ja, dat kun je nou niet meer voorstellen. Hoi! Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag hebben we een nieuwe Bakkie Met aflevering voor jullie. En met niemand minder dan Porte René! Hallo! Hallo! Het is grappig dat jullie mij gewoon Porte René noemen. Ja, ik volg jou al jaren, dus dat zit gewoon zo in mijn systeem. Ja. Heb je dat vaker, dat mensen dat zeggen? Ja, iedereen eigenlijk. Ja. Ja, dat is hetzelfde als dat mensen ons gewoon Willentien noemen. Ja, maar jullie noemen jezelf, of heet je privé dan? Eigenlijk noemt nooit iemand ons Willemijn en Martine eigenlijk. Dus, nee, dus, nee, als iemand mij zo noemt, dan is iemand boos op me. En je bent toch een beetje een soort van je online identiteit bij jezelf geworden. Ja, maar dat betekent dat het goed gaat? Dat sowieso. Toch? Ja, dat absoluut. Ja. We zijn met René vandaag hier om alles over geld te gaan bespreken. Want René is een super inspirerende, ja, hoe noem je jou eigenlijk? Een moneyblogger en laatst zei iemand in de krant, zei Finfluencer. Ja, ik vond hem weer een beetje zwaar misschien. Maar Finn van Finance. Finance. Ja, nou, een beetje blogger. Ja, ik weet het ook niet precies. Jij weet alles over geld. Je hebt al jaren schrijf je over geld, over besparen, over beleggen, over versneld aflossen, alles. Je verdiept je erin en je bijt je erin vast en je deelt alles wat je weet met andere mensen. Ja, dat ik hoop dat anderen ook een beetje enthousiast worden en ermee aan de slag gaan. En de reden waarom ze dat ooit is gaan doen is wel een heel bijzonder verhaal. Dus dat was ik allereerst wel heel erg benieuwd van jou om te horen. Ja. Hoe is dit zo gekomen? Ja, nou, ik was denk ik vroeger, zo noem ik het dan maar, zeg maar mijn oude leven, 10 jaar geleden of zo, was ik zoals heel veel mensen, dus alles wat erin kwam bij mij, dat ging er ook weer uit, financieel. Dus als ik mijn salaris kreeg, dan dacht ik, nou, hè, wat gaan we doen? Gaan wij eten? Gaan we shoppen? En aan het einde van de maand dacht ik, nou, wat eten we vanavond? en hoe ga ik deze maand weer, weer doorkomen? En net voor de kredietcrisis heb ik een huis gekocht met mijn toenmalige partner, vriend. Hoe oud was je toen? Ja, dus ik als even reken, nou, half. Nou, toen ik hem kocht, 23 ongeveer. Ja, echt wel jong nog. Ja. Mm-hmm. En net daarna barstte de kredietcrisis uit. En toen gingen de huizenprijzen nou echt zo heel hard naar beneden. Ik woonde ook nog in Almere, een stad die toen echt soort van nog no-go was voor heel veel mensen. We hadden ook nog een appartement. Dus we werden aan alle kanten geraakt. En mijn relatie ging uit. Ik beëindigde mijn relatie omdat ik mijn huidige man leerde kennen en heel verliefd werd. Dus toen zat ik in dat huis en dat was toen veel minder waard. En uiteindelijk moest ik 40.000 euro bijleggen toen ik het verkocht. Na drie jaar. Drie jaar stond het te koop. Ja, dat kun je nou niet meer voorstellen. Dus je had een hypotheek en je had het huis verkocht. En die hypotheek was 40.000 euro meer dan wat jij ervoor had gekregen. Ja. Dus had je eigenlijk 40.000 euro schuld. Ja. Wow. Ja. En in hoeveel tijd had je? Heb je dat afgelost? Want dat is nog veel bewonderenswaardiger. Nou, het is heel toevallig allemaal gegaan, maar misschien moest het ook zo zijn. Het heeft dus 3 jaar te koop gestaan. En in die 3 jaar, ik wist dus dat het ging gebeuren. Want ik wist, ik ga er niet voor krijgen wat ik graag wil. Als ik al verkoop. Dus ik ben in die 3 jaar heel hard gaan aflossen op mijn hypotheek. En toen kwam er een wat ouder stel. En die heeft het uiteindelijk gekocht. En die boden nog onder de bieden vanaf prijs. Ja, ik weet nog dat de makelaar belde. Hij zei, er is een bod, maar ik zei, nou, zeg het maar, weet je. Dus het was nog lager dan we hadden gevreesd. En ik weet dat er toen nog ongeveer 1.000 euro open stond. Dus verschil tussen wat zij boden en wat ik nog aan de hypotheek had. Precies. En toen zei mijn vriend, nu man, zei, nou, de laatste 1.000 euro krijg je wel van mij. Oh. Ja, en toen was het weg. En dat was natuurlijk dubbel, want mega veel geld. Ik heb nog heel lang rondgelopen. Dat kost 40.000 euro. Ik weet dat ik ooit een keer een aflevering keek van zo'n programma waar mensen een huisje in het buitenland zochten. Mm-hmm. En toen zat ik met mijn man te kijken en zei, en wat denk je dat de vraagprijs is? Nou, 40.000 euro. En wij zo. Je had in die tijd dat je huis te koop stond, heb je die 40.000 euro gespaard. En dat moest je toen bijleggen. Ja. Oh, wat zuur. Oh, dat vind ik wel knap. Ja, maar het was niet. Dat zeggen heel veel mensen van, had je die discipline wel? Maar die situatie was niet meer naar van, zal ik het doen of niet? Nee. Ik wist van, als ik het niet deed, dan heb ik straks een schuld. En dan zit ik zit ik heel lang aan vast. Ja. Dus bij mij, en misschien was het me anders ook helemaal niet gelukt. Ja. Weet je, er was niet meer zo van, ik weet niet, ik neem het me voor, maar doe het. Nee, precies. Het was geen optie meer om het niet te doen. Nee. Dus ja. Maar je hebt het wel gedaan. Ja. En het is gelukt. Ja, en het is gelukt. En dan is de grote vraag natuurlijk, hoe doe je dat? Want hoe spaar je? Als je dus eerst zo was dat je alles uitgaf. En je hield eigenlijk nooit wat over. Nee. Wat er was, gaf je uit. Ja. Naar 40.000 euro in 3 jaar sparen. Hoe dan? Onmogelijk. Ja. Je hebt toch al dat is meer dan 10.000 per maand. Per jaar. Ja, dat is een hoop geld. Ja. Ja. Het begon bij mij allemaal met voor een van de eerste keren in mijn leven echt eerlijk op een rijtje zetten wat ik nou eigenlijk uitgaf.
Wat ik best heel confronterend vond. Mm. Ik denk dat heel veel mensen... Ik denk dat heel veel mensen het ook niet willen. Proberen dat wel eens, maar... Ja, klopt. Wij doen het ook wel eens op eens in zoveel tijd. Maar ik moet zeggen, het is volgens mij niemands favoriete hobby. Ik ga eens even kijken wat ik allemaal uitgeef. Precies. En het is heel confronterend. Ik denk, ik geef echt veel geld uit aan boodschappen. Of ik gaf heel veel geld uit aan horeca. Ik was gewoon jong en weet je wel. Ik verdiende op zich prima. Dus ik deed alles eigenlijk waar ik zin in had. Winkelen, shoppen. Op zich was het ook wel lekker. Hartstikke lekker. Dat ik dat even kunnen doen. Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Ik heb er ook van genoten. En ik had een kast vol kleding toen ik ging besparen. Dus dat scheelde. Ja. Maar dus dat was wel echt de eerste stap. Ja. Dus, en ook eerlijk, hè. Want ik heb ook wel vaak dat een beetje op een rijtje gezet. En dacht, nou, ik denk dat het ongeveer zoveel is. Maar ergens wist ik heus ook dat het meer was. Of ik had het niet echt helemaal gecheckt. Weet je, dus echt grove schatting. Eerlijk, dus echt terugbladeren in je bankieren-app. En het echt opschrijven. Ook al denk je, oh, pijnlijk. Ja. Maar gewoon eerlijk voor jezelf op een rij. Want dat is eigenlijk pas de eerste stap naar verandering. Ja. En toen zag ik al heel snel van, nou, deze dingen, dat slaat echt nergens op wat ik hier aan uitgeef. Dus dat waren eigenlijk de eerste dingen waar ik op ging besparen. Ja. En dat was bijvoorbeeld boodschappen. Ja. Ook kleding. Weet je, daar ben ik gewoon eens eerlijk voor mijn kledingkast gestaan. Van, ik heb echt heel veel. Ja. Waarom, weet je wel? Ja, ook gewoon voor mezelf een beetje onderzoek. Omdat ik het herken. Ik denk dat ik ook zo ben. Ja, waarom ga ik eigenlijk dan elke zaterdag nog weer de stad in? Niet met een plan of zo, maar gewoon met een pinpassen van... Kom maar op. Ja. Leuke dingen. Ja. Dus dat eigenlijk meer eerst een beetje de luxe dingen. Ja. Ook het boodschappen gewoon dus zo'n beetje in mijn karretje gooien. En dan ging ik nu dus een weekplanning maken. Ja, dat vond ik in het begin dus ook allemaal stom. Maar moest wel. Dus dat waren de eerste dingen. En verzekeringen, weet je, wil ik dit nog wel echt verzekeren? Is het wel echt nodig? In plaats van, ja, ik heb het ooit gedaan en het loopt gewoon. Ja. Abonnementen, weet ik hoeveel tijdschriften ik allemaal thuis kreeg. Oh, ja. Dus dat waren eigenlijk dan best wel de makkelijke dingen. Ja. Maar ook gewoon, ja, op een gegeven moment ga je anders leven. Dus ik was heel verliefd in die tijd, dus dat hielp. Maakte het wat makkelijker. Dus wij gingen dan bijvoorbeeld nu picknicken samen. En dan appen we van, zullen we vanmiddag samen gaan picknicken? En dan hadden we wat bij de supermarkt. En dan gingen we samen lekker in het park zitten. En voorheen waren we dan uitgebreid uit eten gegaan. Dan was je 70 euro kwijt of zo. Ja, en nu zaten we voor 12,50 zaten we heerlijk te genieten met z'n tweeën. Ja. En dat was ook wel wat ik gaandeweg merkte. Want in het begin was ik natuurlijk ook gewoon chagrijnig. Ja. Maar gaandeweg merkte ik dat het eigenlijk ook het leven hartstikke leuk was. Zonder al die dingen die ik kocht en deed. En dat je eigenlijk met beperkte middelen ook heel veel leuke dingen kon doen. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk een fijn shift. Ja. En dat duurde natuurlijk wel even, hè? Ja. In het begin was ik gewoon, zei ik, ik weet nog dat ik heel vaak tegen mijn vriend zei, ik wil gewoon uit eten. Ja. Dat hij zei, nee, we doen het gewoon niet. Maar ik vind het wel knap dat je wel echt bent begonnen. Want je kan ook zeggen, het eerste jaar doe je nog niks, hè? Want dan voel je de urgentie niet zo. En op een gegeven moment denk je van, shit, nou moet ik en dan wordt het onhaalbaar. Je bent dus wel vrij snel steady begonnen en dat ook weten vast te houden. Dus wel echt langer termijn gedacht. Ja, maar het huis stond natuurlijk al te koop. Dus ik wist natuurlijk niet wanneer het zou komen. Nee, dat zou eerder kunnen zijn. Ja. En bovendien, ik woonde toen dus net met mijn nieuwe vriend in het huis dat ik ooit met mijn ex kocht. Ja, was niet echt heel... Dat wil je eigenlijk ook niet om blijven. Dus daar wilde ik ook wel graag vanaf. Dus dat speelde ook mee. Ja. Dus ja. Maar en op een gegeven moment werd het ook wel iets van ons samen. Hè? Heel veel mensen vragen dan van, hoe kunnen jullie zo dezelfde ideeën hebben bij geld? Heb je nooit discussie en zo? Maar in die tijd, wij belanden meteen in die financiële situatie. Dus het was meteen ook van, oké, hoe gaan we dit samen doen? En hij heeft ook nooit gezegd van, ja, nou, dus jouw dingen. Maar echt meegedacht. Ja. En dus we gingen ook, zeg maar, samen leven opbouwen op die manier. Ja, wel mooi. En ook heel bewust denken van, oké, wat is dan wel waar we ons geld aan willen uitgeven? Wat vinden we wel belangrijk? En wat vind jij? En wat juist niet? En zo. Ja. Dus, ja. En jullie zijn dus niet gestopt bij die 40.000 euro aflossen. Jullie zijn verder gegaan. Ja, dus toen dat huis verkocht was, toen was het geld allemaal weg. Ja. Het was afgelost. En dus stonden we eigenlijk soort van op nul. En dat sommige mensen zeggen dan van, oh, dat lijkt me ook zwaar dat je opeens op nul stond. Joh, ik was zo blij dat ik op nul stond. Want opeens konden we van alles. Ja. Het eerste wat we toen deden was verhuizen naar Curaçao. Mijn man had gesolliciteerd op een baan en gekregen. En wij dachten, ja, wat kan ons nou schelen, weet je wel? We hadden net een baby. Wij gingen met een 5 maanden oude baby gingen naar Curaçao. We waren, we voelden ons ook heel vrij. Dus we namen het er ook echt van letterlijk, zeg maar. En toen was wel een gesprek ook van, oké, al dat geld wat we eerst aflosten, ja, dat hebben we in principe nu nog. Dus wat gaan we er dan nu mee doen? Ja. En toen werd eigenlijk een beetje een verdrietige situatie eigenlijk een soort van, kans. Mogelijkheden. Er ontstonden opeens mogelijkheden. Ja.
Want ja, het voelde ook heel gek om opeens weer te gaan zeggen... Nou, we gaan weer elke zaterdag shoppen. Ja. Nee, want ja. Ja, tuurlijk zijn we wat meer... afgeleerd waarschijnlijk ook. We waren een beetje afgekikt. Ja. Ja. Net zoals in coronatijd, dat je opeens allemaal niet meer heel vaak uit eten ging. Of nee, dat scheelde wel zeker. Ja. Dat je toch eens na gaat denken, oké, weet je wel, is mijn leven nou echt minder leuk? Of mensen nu een beetje hebben met dat verplichte sociale dingen. Ja, van, wil ik dat eigenlijk wel? Ik heb er geen zin in. Ja. Weet je wel, op zich wel, zijn wel goede inzichten, denk ik. Ja, dus wel eigenlijk echt. Ja. Ja. Een soort reset was het. Ja. Ja, en toen zijn we natuurlijk wel, ik bedoel, we konden wel weer eens een keertje uit eten. Dat was natuurlijk hartstikke leuk. Ja, en daar genoten we ook van, ja. Maar wel ook, oké, wat gaan we dan... Ja, je bent niet teruggegaan naar die paar daarvoor. Nee, maar dat wilde ik ook niet meer. Dat wilden we allebei niet meer. Nee. Nou, ik vind het echt wel heel erg knap en inspirerend. En wat werden toen de mogelijkheden? Want ineens was het Ja, nou, we gingen dus naar het buitenland verhuizen. Wat daarvoor dus echt niet had gekund. En we konden gewoon weer wat meer leuke dingen doen. Die misschien wel geld kosten. Die we wel gemist hadden. Want die waren natuurlijk ook. En dan, ja, wat ging je dan met de rest van dat geld doen? Ja. Ja, dus dat wist ik ook allemaal niet. Dat is echt een luxe probleem natuurlijk. Ja, maar... Ik denk dat heel veel mensen thuis ook iets van meer ruimte kunnen creëren door bepaalde keuzes te maken. Wat ga je daar dan mee doen? Nou, eerst moest er gewoon nog een buffer gespaard worden, want we hadden helemaal niks. Maar als je dat dan voor elkaar hebt, ja. En toen ging ik daar ook over lezen. Oh, je kunt versneld aflossen op je hypotheek. Ja. Wat is dat dan? En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een keertje op het station in de boekenwinkel liep en een boek meenam. En dat heette Hypotheekvrij. Ik dacht, wie is deze vrouw? Weet je wel? Dat is mooi. Het pakje aan. Kocht ik de L of zo en nu Hypotheekvrij. Ja, maar ik dacht gewoon, oh, dat vind ik interessant. Wil ik eens over lezen. En dus ja, je gaat dan dingen lezen en luisteren. En ik ging podcast luisteren. En dan zei ik tegen een man, hey, wist je dat dit kon? Of ik had dat ook allemaal niet van huis meegekregen. Dus langzaam ging je er steeds meer in verdiepen. Ja, ja. Ja, en ik leerde steeds meer. Ja. Oh, misschien is dit wel een idee. Of, Ja, zonder hoor. Ja, ja. Oké, je zei net al, veel mensen kunnen wat meer ruimte creëren thuis. Ik denk dat veel mensen dat ook herkennen. Misschien spaar je al wel. Maar ik vind het zelf altijd lastig als je dan spaart. Wat moet je ermee? Want er zijn zoveel opties. Alleen al bijvoorbeeld, wil ik mijn kinderen extra spekken voor later? Ja. Ga ik het aflossen op mijn hypotheek? Ga ik mijn studieschuld, dat laatste restje wat ik heb staan, toch nog doen? Ga ik ergens in beleggen? Ga ik in crypto's? Hoe kies je wat je met je spaargeld gaat doen? Ja. Naast als je al een buffer hebt. Ja. Waar moeten we beginnen, René? Ja, nee, inderdaad, dus die buffer is al echt stap 1. En mensen onderschatten die vaak een beetje. Ik hoorde laatst iemand die zei, nou, we hebben toch nog 1.000 euro. En toen dacht ik, 1.000 euro, is dat alles? Want dan zou ik toch even misschien nog iets verder sparen. Wat vind jij een buffer dan? Ja, dus dat verschilt heel erg per situatie. Als je een koophuis hebt, heb je 2 auto's. Maar als leidraad zeggen wij altijd een beetje zeg maar, tussen de 3 en 6 maanden aan kosten. Ja. Dus dat hoef je ook. Stel dat er iets gebeurt. Ja. En dat je dan tussen 3 en 6 maanden je rekening in kan betalen. Dan hoef je natuurlijk niet uit eten naar de Efteling of nee, zo. Nee, maar even de basis. Ja, je hypotheek, je vaste lasten. Ja. Maar ja, reken maar uit. Dus dan kijk je ook een beetje naar wat de werkelijke kosten zijn. Want als jij in een villa woont in Aardenhout en het dak gaat lekken, dan heb je een ander probleem dan als je een sociale woningbouw hebt. En iemand doet dat voor je of zo. Dus precies. Of je hebt 2 auto's die je nodig hebt. Nou. Ja. Dus dat kun je een beetje als leidraad nemen. Ja, wel een mooie vuistregel. Ja. En tussen de 3 en 6 maanden is ook weer een groot verschil. Als je nou in loondienst bent en je denkt, nou, wat kan mij nou gebeuren? Dan is 3 maanden misschien prima. Mm-hmm. Ben je ZZP'er en dan denk je, ja, als ik mijn been breek, kan ik niks meer. Nee. Dan is misschien 6 maanden. Ja. En dan dus daarna. Ja, die buffer hebben we. En dan? Nou, die buffer is dan voor veel mensen al best wel een uitdaging. Mm-hmm. En ook om die dan te laten staan. Want hallo, er staat opeens heel veel geld op je rekening. Mm-hmm. Maar oké. Wat dan? Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan wat je wensen zijn en wat je prioriteiten zijn. Dus wat wij daarnaast zijn gaan doen, is eigenlijk eer 2 dingen. Dus en het ligt ook aan of je bereid bent wat risico te nemen of niet. Nou, dat was ik in het begin helemaal niet. Dus ik dacht, nou... En je dacht, ik zit net helemaal safe. Ik doe helemaal niks meer. Ja. Dus dat ben ik 2 dingen gaan doen. Ik ben eerst geld weg gaan zetten voor mijn kinderen elke maand een bedrag. En we zijn wat extra gaan aflossen op onze hypotheek. En dat is eigenlijk is het risico daarvan. Ja. Ja, dus, nee, dat is eigenlijk niet echt risico. Want als jij weet, ik roep maar wat 1.000 euro extra af. Dan kan de bank je precies vertellen. Nou, dan ga je maandlasten met zoveel euro naar beneden. Ja. Valt tegen trouwens. Hoor. Ja, dat zag ik laatst bij jou op Instagram. Je moet René echt even volgen op Insta. Want dan deelt ze van alles. Dat viel me inderdaad vies tegen. Ja, maar dat, kijk, ik deel dus heel veel op Instagram. En ik krijg ook heel veel vragen daarover. En wij lossen dus ook elke maand extra af. Elke maand. En dan deel ik dus ook hoeveel dat dan scheelt in de maandlasten. En bij ons is het een beetje de vuistregel. Maar het hangt dus ook weer af van hoe je hypotheek eruit ziet. Of je rente heel hoog of heel laag is. Als wij 1.000 euro aflossen, scheelt het ongeveer 3 euro per maand op je maandlasten. En dan denken mensen, hoezo zou ik 1.000 euro... Ja, ik zie jou wel. Ja, dat jij denkt, het is niet interessant. Maar het is wel 3 euro per maand. Mm-hmm. En wij hebben die hypotheek nog 29 jaar. Dus 3 euro per maand,
Dus 3 euro keer 12, keer 29. Ja. Weet je wel, zo moet je het sommetje maken. En dan zul je dus zien dat het wel, dat je wel dus... Dan levert het dus daadwerkelijk meer op dan dat het... Ja, precies. Maar zit je dan wel met je visie van ik blijf in het huis nog wonen? Ja, maar dat is dus ook zoiets. Dat is ook iets. Dat is iets waar wij echt heel erg mee geworsteld hebben de laatste jaren. Een soort dagvlinder bent en je bent zo van nou, 5 jaar verhuis ik weer. Ja, en wij zijn dus heel veel verhuisd de laatste jaren. Dus mensen zeiden ook, hoezo, weet je wel. Maar ja, dat geld is natuurlijk niet weg, hè. Als jij je huis verkoopt, komt dat geld vrij. Maar wij... zouden dus nu bijvoorbeeld, en dat zijn ook keuzes die we maken op basis van wat we meegemaakt hebben, we zouden best duurder kunnen gaan wonen of groter. En soms denk ik ook wel eens van, oh, een extra kamertje zou wel lekker zijn. Of als mijn kinderen groter worden, nou ja, dan weet je, een diepertje erbovenop. Een zoldertje, geen kamer. Ja. En ik ben ook wel eens wezen kijken bij huis en dan zeiden mijn man en ik tegen elkaar, ja, weet je wel, dan reken je zo uit. Oké, het scheelt echt zoveel per maand en dan denk je, ja, we zitten hier eigenlijk ook hartstikke lekker. Ja. Weet je, dus dat zijn ook wel weer keuzes. Eigenlijk reken je heel veel door. Ja, dus ik denk wel altijd bij elke beslissing die ik neem. Zelfs als ik een abonnement neem op iets. Of dan denk ik wel van oké, wat kost het me per maand? En dan denk ik ook veel verder, kost het per jaar? En wat kost het me als ik nu verhuis en ik ga 200 euro per maand meer betalen? Nou, 200 euro keer 12 keer 29 jaar. Denk ik, oeh, jeetje. En dat is voor een extra kamertje, hè? Ja. Dat relativeert wel lekker. Ja, maar dan, dan ga je dus ook anders denken. Dus wij hebben best wel een grote achtertuin. Misschien kunnen we daar iets... creëren met een kantoortje, nog een extra slaapkamertje of zo. Ja. Dus je gaat wel, je gaat heel erg van het gebaande pad af. Je gaat heel erg zelf nadenken in plaats van, al onze vrienden hebben nu een nieuwe auto gekocht of al onze vrienden verhuizen naar een groter huis. Of, je gaat veel meer. Dat is niet altijd makkelijk hoor, want niet iedereen begrijpt dat altijd. Maar dat je heel erg je eigen keuzes gaat maken. Ja, daar wou ik het zo meteen over hebben. Inderdaad, dat materialistische stukje. Maar ik ga eerst lekker verder op het spoortje waar we zaten. Ja, interessant. Je bent een soort van korte geldtermijn denker. Bij wijze van een soort van lange geldtermijn. Ja, en ik was heel erg korte termijn denker. Ja. Van nou, dit is een leuk jurkje, dat koop ik nu. Ja. Ik wil het hebben, ik kan het betalen. Ja. Maar ik ging op een gegeven moment, ik kwam ooit een keer in een boek tegen. Als je wilt afkicken van die impuls aankopen, reken eens uit wat je per uur netto verdient. Dus voor jullie is dat natuurlijk iets ingewikkelder, voor mij ook. Maar je neemt bijvoorbeeld je gemiddelde maandsalaris en dat deel je door het aantal uren dat je werkt. En dan haal je ook nog je kosten af die je zelf betaalt. Misschien voor je reiskosten of je kinderopvang of je kleding of wat het ook is. Dan heb je dus een netto uurtarief, dus om eens wat, 15 euro of zo. Mm-hmm. En als je dan in de winkel staat en je denkt, oh leuk dat jurkje. Ja, hij is wel 90 euro, wel best duur, maar hij is wel echt helemaal leuk. Dan heb je 90 gedeeld door 15, dan denk je... oh ja, shit. Weet je wel, dan ben ik dus vandaag de hele dag aan het werk geweest. Dat moet ik ook En dat is mijn terugkerende kosten helemaal zo. Ja. Weet je wel, dus zo ben ik veel meer gaan denken. En ik vind mijn werk heel leuk, maar ik heb ook niet de behoefte om helemaal slag in de ronde te werken. Om mijn dingen te kopen. Nee. Nou ja, dat is zeker, zonder meer waar. Ja. Oké, dus je zet wat geld opzij voor je kinderen. Jullie lossen af, dat is een keuze die je dan maakt. Ja. Wat kun je nog meer met dat spaargeld? Ja. Wat zou je nog meer weten? Wij doen dus nu heel veel dingen tegelijk. Ja. Om ook een beetje te spreiden. Dus we leggen elke maand... We spaarden eerst voor onze kinderen. We beleggen nu voor onze kinderen. Mm-hmm. Ook omdat ik daar meer over ben gaan leren. En als je nog zo lang de tijd hebt, dat best wel een interessante keuze is. Dus we beleggen nu 100 euro per maand voor de kinderen. Per kind? Nee, samen. Samen, En omdat je rendement maakt gedurende jaren, dan... Je zet dat op één rekening. Ja. Oh, wat ja. slim, want ik heb nu 3 spaarrekeningen. Wel een beleggingsrekening, maar... al voor iedereen apart. Ja, maar op zich maakt het niet zo uit. Maar ik dacht gewoon, het maakt ook niet uit. Het staat allemaal op mijn naam. Dus ik bepaal toch zelf wel aan het einde van de rit. Je kan het later krijgen. Je kan het later, kun je toch delen. Ja, precies. Als ze lief genoeg geweest zijn. Dus dat doen we elke maand. We lossen vast bedrag op de hypotheek af elke maand. En wij zijn dus daarnaast nog bedrag per maand gaan beleggen. Ja. Inderdaad. En ik hou gewoon heel erg van vaste bedragen. Ik ben ook niet iemand die elke dag... ik mag mijn kasboekje weer invullen of zo. Weet je, ik dacht ook... eerst ging ik ook een beetje beleggen. En dacht ik, nou, dan ga ik misschien dit aandeeltje of dat aandeeltje. Maar ja, dan wil ik er alles over weten. En dat deed ik dus weer niks. Nee. Dus ik ben nu gewoon in een beleggingsfonds. Elke maand vast bedrag. Wordt gewoon voor mijn rekening geschreven. Net zoals wanneer je bijvoorbeeld de hypotheek betaalt of de huur betaalt. Ja. Gas, water, licht. Ja. Dus dat zijn we gaan doen. En wij nu vast voorbeeld het dus echt jaren. Hè? Nu lijkt het ons opeens of geld uit mijn bak uit de lucht komt. Maar door al die jaren dat allemaal te gaan doen, hebben wij nu dus bijvoorbeeld een recreatiewoning gekocht. Die we dan weer verhuren. Ja. Waar weer inkomsten uit. Dus je hebt vastgoed erbij gehad. Ja, en daar bouw je dan ook weer vermogen in op. Nou ja. Dus je leert steeds meer en je gaat steeds meer proberen. En soms ontdek je ook iets dat je denkt, nou, weet je, ik had ook wat bitcoins. Ik denk, oh, ik lag s'nachts, hoe zou het er morgen bij staan?
Nou, ja, leuk. Dus wat meer was niks voor af. Jou. Nee, ja, ik laat precies. Een klein bedrag staan. En hartstikke leuk. Dan moet je ook leuk. Echt blijven. Zo, maar Jorik doet dat ook dan. Die is ook echt de hele tijd. Ja, het is super verslavend. Ja, Jorik heeft het ook. Ja. Ja, het is hartstikke leuk als hobby hoor. Voor een klein bedrag en zo. Wat vind je nu van die trend die dan een beetje gaande is? Dat je helemaal de overwaarde van je hypotheek opneemt. En daarmee koop je dan een tweede huis. Ja. Als het ware. Dat las ik nu in de krant bij nu.nl. Ja. Heel veel mensen doen dat nu vanwege die huizenmarkt. Ja. En huppakee. Wat vind je daarvan? Ik ben daar. Wij hebben dus ook een deel van onze overwaarde. Maar die was wel zodanig groot dat er nog steeds veel overwaarde in zit. Hebben wij opgenomen. En hebben wat spaargeld bijgelegd. En hebben dus dat appartement van gekocht dat we nu verhuren. Dus dat is gewoon een rekensom. Ja. Maar ik ben er wel altijd heel voorzichtig in. Want ik heb dus ook meegemaakt dat huizenprijzen heel hard kunnen dalen. En nu, jonge mensen die hebben dat misschien niet bewust meegekregen. En die denken, oh, the sky is the limit. Zo gaat het de laatste jaren, het is only ways up, zeg maar. Ja. Maar het kan dus ook dat er straks heel hard bijgebouwd wordt. Of die daar ben ik ook bang voor. Ja. Want wij hebben bijvoorbeeld dit huis dat wij gekocht hebben. We hebben dat voor meer dan een ton goedkoper gekocht. Dan dat de huizen nu in de straat worden verkocht. Dat is echt bizar. Dus ik denk wel eens van, jemig, je zal het nu maar kopen. We hebben het voor een ton minder. Ja. Bizar. Ja, dus jij hebben ruimte. Wij hebben ruimte inderdaad. Dus als de huizenprijzen dalen, dan sta je niet meteen, wat je dan noemt, onder water. Hè? Dus wat ik heb gehad. Nee. Want ik kocht het ook. Toen dacht ik, wat kan mij nou gebeuren, weet je wel? Mm-hmm. Ja, het kan dus dat er iets gebeurt in de economie en het hoeft heus niet iedereen te zien aankomen. Toen zag ook niet iedereen het aankomen. Precies. En dan ben je zo, ik ging van, het was denk ik wel 180 waard naar 150. Ja. Dus als je nog duurder huis hebt, dan is die daling nog veel groter. Dus je bent er in eerste instantie voorzichtig mee. Ja, maar ik ben altijd, sommige mensen vinden mij voorzichtig en andere mensen vinden, dan, ik neem nu toch wel wat risico. Ik omdat zeggen, het je, kan. Wel, je hebt hem wel gekocht, het appartement. Ja, zeker. Ja. Ja. En het is nu ook weer in waarde toegenomen. En we verdienen er gewoon best een hoop geld mee. Dus, maar wel, ik ben wel bij alles, denk ik. Ja, misschien. Ben je bereid het risico te nemen? Ja, precies. Ja. Wij hebben nu ook medewerkers op kantoor zitten. En dan hebben we een gesprek. Ja, gaan we naar een wat duurder kantoor? Het scheelt €200 per maand. En dan zitten wij, mijn man en ik, oneindig. Gaan we het doen? Gaan we die doen? Totdat, weet je, iemand anders zegt van, serieus jongens, kom op. Waar gaat het over? Ja. Dus het is ook balans vinden. Ja. In waar je je ook comfortabel bij voelt. Ja, precies. Oké, maar als beginnende stap zou je dus kunnen zeggen, begin met je hypotheek een beetje aflossen. Ja, dat kan schelen. Ja, dat, als dat jouw ambitie is. Hè, als jij een koophuis hebt, zijn ook mensen die zeggen, nou, ik betaal maar 1,3% rente. Het is niet zo interessant voor mij. Ik sla dat liever over en ik ga meteen beleggen. Kan ook. Ja. Maar stel dat je 4% rente hebt, is het weer een stuk interessanter. Dus het is ook weer heel persoonlijk. Hè? Ja, en studieschuld versus hypotheek? Ja, studieschuld had ik gelukkig al afgelost. Maar studieschuld is nu ook zo'n onderwerp waar ik heel veel vragen over krijg. Ja, maar ik heb hem ook heel veel aan jou. Ja. Ja, 0% rente. Waarom zou je hem aflossen? Nou, omdat die rente elke 5 jaar bepaald wordt. Dus misschien dat jij nu denkt, hey, ik los hem lekker niet af. Ik ga lekker andere dingen. Lekker nou, dus het, na hoeveel jaar wordt het ook weer kwijtgescholden in ieder geval? Na 15 jaar? Ja, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je geen geld verdient. Ja, geld verdient dus ik zeg altijd, ik zou niet hopen op kwijtschelding, want dat betekent dat het niet zo goed met je gaat. Nee, zeg maar. Nee. Dus mensen zeggen, ik ga nu niet aflossen. En ik hoor zelfs, mensen gaan met dat geld, wat ze misschien normaal zouden aflossen, nu beleggen. Ik snap het wel, want je kan misschien op de beurs een paar procent rendement, zoals je dat dan noemt. Dus dat je geld meer waard moet halen. En die hypotheek, en je studieschuld 0% rente. Dus dan betaal je niks over. Het is gratis geld. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje tricky. Want je wil er op een gegeven moment ook gewoon vanaf zijn. Als je een huis wil kopen, zit het je dwars. Je kan dan vaak minder lenen. En straks gaat die rente weer naar 2%. Ooit. Ja. En dan denk je toch, shit, had ik hem nou maar afgelost. Ja. Dus ik zie het ook juist als een moment om hem juist nu lekker af te lossen. Ja. Dat als je er nu vanaf bent en straks die rente gaat stijgen, dan denk jij, ja, die heb ik al gedaan. Ja, ik ben hier in ieder geval klaar mee. Ja, en het is ook een mentaal ding, denk ik hoor. Dat je denkt van, hup, ja, hij is weg. Weg ermee. Ja, nu voel je het, ik voelde me ook heel volwassen toen ik hem had afgelost. Van, ja, en nu gaat me echt een volwassen leven, financiële leven beginnen. Ja, dat snap ik wel. Oké, goeie. Nou, slim. Oké, nou dan iets inderdaad wat ik van jou wilde weten over dat materialisme. Want we zitten natuurlijk in de online wereld, reclames 24/7 komen op ons af. Je volgt mensen die mooie dingen aan hebben. Je vrienden, wat je net al zei, kopen een groter huis, een tweede auto. Ja. We worden continu, worden we bestookt met mensen die mooie spullen hebben. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik ben daar zelf best wel gevoelig voor. Dat ik denk, dat wil ik ook. Wil ik ook. Die woont wel in een mooi huis. Dat vind ik wel echt heel erg mooi. Zo zou ik het ook wel willen. Ja. Of die heeft echt een hele mooie jurk. Godzang, kost €200. Oké, doe maar. Weet je wel, dat een beetje. Hoe ga je maar doen? En ik heb het ook nog wel eens, hè? Ja. Dat ik denk, oh, gelukkig. Ja. Even voor het realistische beeld. Ik zei van de week nog, wat zei ik nou tegen mijn man? Ik weet niet meer wat het was, maar ik zei van, ja, en dan toch nog, zei ik tegen hem, heb ik toch nog, dan zie ik dat en denk ik, ik wil het ook. Ja. Weet je wel, gewoon even. En daarna denk ik, nee, helemaal, ik wil het helemaal niet, want
Ik probeer mezelf al twee vragen te stellen. Dus één, heb ik het nodig? Sommige dingen heb je gewoon nodig. Mm-hmm. Ik sta ook niet te juichen als ik een nieuwe stofzuiger moet kopen. Maar ja, weet je, is gewoon wel nodig. Je moet toch stofzuigen. Ja, precies. Dus sommige mensen gaan zo hard sparen dat ze denken van, nee, ik wil niks meer kopen. Sommige dingen heb je gewoon nodig. En als je het dus niet nodig hebt, dan is de vraag van, wordt mijn leven er leuker van? Of word ik er echt op de lange termijn gelukkiger van? Ik heb ook wel eens een jurk gekocht en die hangt dan nu bijvoorbeeld al 4 jaar in mijn kast. En elke keer als ik hem aantrek, denk ik, oh, weet je wel, oh, ik voel me hier echt zo mooi of fijn in en zo. Dus ook dan kun je een keuze maken, wel overwogen, misschien best een dure keuze. Maar als jij 5 jaar met de jurk doet en je voelt je elke keer er prachtig in. Mm. Je moet er ook een beetje van kunnen genieten. Ja, be my guest. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg deed en wat heel veel mensen denk ik wel doen, is bijvoorbeeld naar zo'n fast fashion store en dan elke keer gewoon weer, oh, dit is hip, oh, dat moet ik ook, weet je, dat is trend. Ja, hippie. Niet, maar je wordt wel beïnvloed van, oh, leuk, die hoge laarzen zijn helemaal. Die komen vandaag binnen bij mij. van die hoge witte laarzen, want die zijn in. Ja, maar dat tien heeft ze ook. Ja, maar ook die van die grote boots, weet je wel? Die van de Gucci boots die jij hebt. Met zo'n dikke zool. Ja, kijk, er is ook niks mis mee. Nee, ik weet het. Ik ben de laatste hebben gekregen, hoor ik. Ja. Niks aan. Nee, maar ik veroordeel dat niet of zo. Ik bedoel, be my guest. Maar ik ben me er wel bewust van dat het zo werkt. En ik vind het ergens dus irritant. Ja, en ik dacht op een gegeven moment van potverdorie. Mijn hele financiële leven wordt daardoor bepaald. Dus ik wil eigenlijk gewoon sparen. Maar dan sta ik hier weer met een paar nieuwe laarzen. Dus het voelde alsof het een soort van de overhand op mij kreeg. Ja. Ja. En dat vond ik gewoon irritant. En dat voelde gewoon, weet je, ik wilde gewoon zelf dat bepalen. En niet door de reclames de hele tijd beïnvloed worden. Het grappige is, als je dus minder naar kijkt, dan zie je ze ook minder. Ja. Dat heeft allemaal weer met algoritmes te maken en zo. Dus als je wat minder denkt, elke keer, dan krijg je ze ook minder te zien. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon iets in je hoofd. Ja. Delete Instagram. Snap je niet zo goed voor onze business, hè? Er komen ook andere dingen bij kijken. Ik koop ook wel eens dingen dat ik denk van, ja, weet je, ik heb 2 kleine kinderen. Ik weet niet of ik nou nog meer plastic in huis moet halen. Mm. Of hoef ik nou nog meer kleding uit India. Ik vind met verjaardagen, met kinderen, heb jij dat dan niet? Dan denk ik, oh, verjaardagen komen nu weer aan. Dan denk ik, oh. Moet ik daar nou aan? Ja, dan komen er allerlei dingen om de hoek kijken. Weet je, een fiets of weet ik het wat. Elke keer als ze ouder worden, komen er nog weer grotere spullen bij. Snap ik. En denk ook, ja, jeetje, weet je wel, zoveel geld. En het speelgoed spelen ze niet eens allemaal. Nee, dat hebben wij thuis ook, zo'n hele kast vol. Ja, dan denk ik, ja, waarom eigenlijk, weet je wel. Dat zijn allemaal van die dingen. Ik krijg het ook maar natuurlijk van visite. En soms denk ik, nou, geef het af. Maar dat heb ik op een gegeven moment ook gezegd. Van, weet je wel, doe maar gewoon, check even of zo bij mij of zo. Of, weet je, er zijn echt wel dingen die ze best heel graag willen. Ja. Maar dan krijg je ook van goed bedoelde tantes en ooms, krijg je weer allemaal van die... Ja. Ik denk, oh, het is of binnen een week stuk, of ze kijken er niet meer naar om. Ja. Nee, is ook zonde. Ja. Maar ook daarnaar bijvoorbeeld ook cadeautjes geven. Mijn neefje is bijvoorbeeld... afgelopen week jaren geweest. En die kreeg de houten treinenbaan waar mijn kinderen mee hebben gespeeld. Ja, ja, die hebben we doorgegeven. Zo, dus proberen ook een beetje... Ja, precies. Ja. Ja. Eigenlijk ben je een soort van pionier ook op dat vlak. Nou, waarschijnlijk binnen je familie, of niet? Nou, mijn moeder zegt wel eens... maar ik vind het wel heel erg mooi. Ik denk dat het een nieuwe trend is. Zoals onze buren hebben oudere kinderen. En ik zei, die wilden van alles weggeven aan Jelle en Gijs. En toen zei ik, nee, wacht alsjeblieft tot ze jarig zijn. Geef alsjeblieft dan. Ja. Als cadeau. En dan maakt mij niet uit dat het tweedehands is. Nee. Maakt het ook niet uit. Maar vroeger, 3 jaar geleden, was het nog wel zo van... dan moest je maar niet zeggen dat het van de kringloopwinkel kwam. Zeg maar. Maar nu is dat gewoon steeds meer oké. En mensen waarderen dat ook. Weet je wel? Dus wij gaan dus ook soms... En het lukt niet altijd hoor. Want het zijn ook wel eens vriendjes die iets specifieks willen of zo. En dat hebben ze niet bij de kringloopwinkel. Maar zeker voor kleine kinderen bijvoorbeeld. Kun je superleuk daar slagen. En dat gaat me niet eens om het financiële. Maar gewoon om weet je, al die nieuwe spullen. Maar dat was bij mij ook wel zo van... Oké, mijn huis is best wel vol. Dat was ook wel. Ja, met 2 kleine kinderen. Dat ik dacht van oké, ik betaal weer elke maand hypotheek voor. Ik wil er ook van genieten. Ja. Ik wil niet alleen maar het opruimen zijn. Nee. Dus dat was ook wel iets wat mee gaat spelen. Nou, oké. Okay. Dat is ook wel een hele goede inderdaad. Nou, je bent nu helemaal uit de schulden. Dus dat is helemaal klaar. Heb je dan, zet jij voor jezelf ook gewoon überhaupt gewoon doelen qua geld? En zo ja, wat is de nieuwste die je op je lijstje hebt staan? Ja, ik ben echt groot fan van doelen. Dus ik denk altijd als je geen doel stelt, weet je wel, mensen gaan soms sparen en dan vraag ik waarvoor, ja, weet ik niet echt. Ja, nee, ja, dat heb ik ook. Sparen. Ja, ja. Ja. Dan is er nog gewoon geld wegzetten. Nee, daar is niks aan. Ja, dus ik spaar bijvoorbeeld ook met kinderen samen dan, bijvoorbeeld een paar jaar geleden gingen we dan naar Disneyland. En dan bepalen we samen, nou ja, mijn man en ik, maar hoeveel geld we daarvoor nodig hebben. En dan hangen we dus iets op in huis. Ja. Wij noemen dat dan een barometer. Ik weet niet eens, een barometer is misschien ja, rond, ik snap, maar ja. Een soort van thermometer vorm met zo'n bolletje onderin en zo'n lijn omhoog. En dan zitten dan streepjes in. Dus elk streepje is dan bijvoorbeeld €50 of zo. En dan als er wat gespaard is, dan mogen de kinderen
in dit geval dan de kids, dan een lijntje invullen. En dan snappen ze dus, weet je, des te voller die is, des te dichter bij het doel. Oh, wat goed. Ja. Dan moeten we nog even vrij krijgen van school. Ja. Nou ja, en dan snappen zij dus dat, ja, in ieder geval, ik wilde hun in ieder geval laten leren dat het niet allemaal uit de lucht komt vallen, weet je wel. Dat, dat papa en mama ook doelen moeten stellen en hun best moeten doen. En dan kan je ook uitleggen van, oké, we doen dit bijvoorbeeld even niet. Want dan kunnen we weer een streepje op de barometer tekenen. Nou ja, dat dus vind ik echt een hele goede dit. Slim, ja. Want ik wil ook gewoon denken van, hoe maak je je kinderen inderdaad bewust van geld? Hoe neem je ze daarin mee? Ja. Sta je daar nooit zo heel erg mega bij stil? Of dus ik niet zelf. Nou ja, wij zeggen wel eens wel van, ja, we kunnen niet alles kopen. Hè, want we moeten het huis betalen en eten betalen en zo. Dat is ook wel heel belangrijk om je kind te vertellen dat je voor een huis betaalt. Ja, ja dat vind ik echt belangrijk. Maar toch is het wel moeilijk voor hun begrijpen, van de, zeker op jonge leeftijd. Zo, ja. En een huis betalen, hoezo? Dat is toch voor jou? Ja. We wonen er toch? En aan wie betaal je dat allemaal zo? Nee, ja, precies. Ja. En hoeveel geld is het eigenlijk? Dat weten ze ook niet. Nee, eens. Maar dat heeft geen zin om te vertellen. Want de grote bedragen zijn. Dus mijn zoon zei laatst: ik spaar een triljoen. Oh ja, dat kan Jelle ook zeggen. Ja. Ik denk dat je dat ook zo gaat nog even duren. Je weet het niet, hè? Als ze een soort van Elon Musk type worden. Ja. Oké, dus je hebt kleine doelen? Ja. Ja, ook gewoon vaak met de kinderen. Ja. En grote doelen, ja, die hebben wij zeker ook. Dus die worden steeds groter natuurlijk. Je wordt net een soort verslaving, hoor ik wel. Ja, maar het is ook leuk, hè? Want tenminste, ik vind het leuk. Want mijn man en ik zeggen dan ook zaterdagochtend tegen elkaar van... joh, zullen we even bijschrijven hoe ver we zijn? Of weet je wel... Tijdens dat je de krant leest. Dit is wel echt goals, hoor, dit is wel echt goals. Jullie klinken echt alsof het stel gewoon helemaal alles op orde heeft. Helemaal financieel. Nee, helemaal, zeker niet. Dat zou ik zeker niet zeggen van ons. Maar dit, maar het is ook als je samen een doel hebt, als je getrouwd of een relatie hebt, en je hebt samen een financieel doel, is ook superleuk, want je leest echt ergens naartoe. Ja. En het gaat ook over je toekomst en wat je, waar je naartoe wilt met je leven en zo. Dus ons doel nu is, moet ik even uitleggen misschien, maar om FIRE te worden. En FIRE staat voor Financial Independence, dus financiële onafhankelijkheid. Retire early, vroeg met pensioen. Ja, dat laatste deel, ik ga werk lekker door, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je dus een berg geld bij elkaar verzamelt, laat ik zo zeggen. Waarmee dat heb je dan belegd op de beurs. En dat maak je dan rendement mee. Dus dat betekent dat je geld elke jaar een paar procent meer waard wordt. En dat je dus kan leven van die groei van je vermogen. Okay. Dus dat betekent dat je eigenlijk dus om je rekeningen te betalen niet meer zou hoeven werken. Nee, precies. Ja. Dus dit wat... Maar ga je dan, zeg maar, je zorgt, je wil op je 40ste met, of 50ste met pensioen, dan wil je in één keer dat geld klaar hebben staan? Of inderdaad het rendement wat je oplevert in de loop der jaren? Nee, dus je hebt dat... Dus je hebt een bedrag en daar is een sommetje voor. Nou ja, het is misschien te ingewikkeld, maar er is een bedrag wat wij voor ogen hebben. Als we dat op een beleggingsrekening hebben staan. En het rendement verschilt natuurlijk per jaar. Het ene jaar gaat supergoed op de beurs, het andere jaar helemaal niet. Maar gemiddeld zeggen we dan 4%. Dat is vrij netjes. Dan die 4% is precies wat wij nodig hebben per jaar om van te leven. Oh ja. Dus dat bedrag blijft staan. Ja, dus dat bedrag... En die 4% kan je steeds opnemen. Dus je leeft echt puur van die 4%? Ja. Oh ja, oké. Okay. En als je dan doodgaat, dan heb je dus nog dat... Ja, dan heb je heel blij. Dat is je erfenis. Dus je maakt het niet op. Nou ja, je kan natuurlijk ook wat meer opnemen. Ja. Maar dan klopt het sommetje eigenlijk niet meer. Kijk, ik heb geen pensioen. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar ik heb niet dat als ik 67 en 9 maanden, weet ik veel wat het is, 70 ben... Dat ik dan iemand mij een brief stuurt van... je krijgt voortaan elke maand dit of dat. Als er ooit nog AOW is, is dat het enige wat wij officieel hebben. Ja, precies. Dus dat, maar je kunt dus ook... Ik zeg, ik wil FIRE zijn. Hè? Ik wil dus misschien eerder stoppen met werken. Maar ik heb wel vanaf mijn 67ste al een prachtig pensioen. Nou, dan hoef je alleen maar die jaren daarvoor bij elkaar te sparen. Dus dan mag je het ook opmaken. Ja. Maar ik weet natuurlijk niet hoe oud ik word. Nee. Ik hoop heel oud. Ja. Dus, maar ja, je wil ook niet dat op je 79 je geld op is. Dus ja, sorry jongens. Dat zou toch ook ongemakkelijk zijn. Dus daarom zeg je... Nou, je leeft alleen van het rendement. Maar ja, wat jij doet gaat natuurlijk alleen jij over. Ja, dus dat, maar jouw geld heeft verder niemand wat mee te maken. Ja. Oh, wat interessant. Oké, dus daar gaan jullie Dit is voor. Natuurlijk wel huge, ook voor ons, hè? Ja. Dit is niet van, volgend jaar of zo. Nee, dit is echt... echt honderdduizenden euro's maar wat nodig, is dan toch? Het bedrag? Want het is gewoon het bedrag wat erop moet. Waar moeten wij aan denken? Dat kan je dus heel makkelijk uitrekenen. Er is een som voor, dat kan iedereen voor zichzelf uitrekenen. Want het hangt natuurlijk helemaal af van wat je uitgeeft. Dus je neemt jouw jaaruitgaven. Dat is best wel een beetje uitzoeken, hè? Hoeveel is dat? Want het hoeft natuurlijk niet hetzelfde te zijn als je salaris. Als je gewoon spaart. En het fluctueert dus ook, hè? Dus je neemt gewoon je jaarsalaris... wat je nu uitgeeft. En dan ga ik er dan even van uit dat je dan straks ook ongeveer van dat bedrag wil leven. Maar als jij zegt van, ik geef bijvoorbeeld... sommige mensen zijn wel 1.000 euro per maand kwijt aan kinderopvang. Nou, die heb je straks niet meer. Die heb je later niet meer. Nee, precies. Dus je moet even Dus even nadenken. Ja.
En dat, je neemt dus dat jaar, de jaaruitgaven. Dus alles, ja, ook boodschappen. En ja, ook, weet ik veel, als je een paard hebt en je wil die straks ook nog allemaal hebben. Dus dat neem je. Auto, alles. Een auto, ja. En dat doe je keer 25. Oké, maar oké. Ja. Ja, en dan heb je dus een flinke bedrag geld waar mensen heel erg van schrikken, vaak. Stel dat het bijvoorbeeld 2500 euro per maand is. Ja. Keer 12. Dat is dus 30.000 euro per jaar. Ja. Oké, okay. Dat keer 25, 750.000 euro. Ja, als je dat dan op een... Ja, het is veel geld. Maar, dus dat moet je op een beleggingsrekening hebben en dan is je rendement... En dan ja, dan heb je dus precies die 2500 euro... Als je 4% per jaar onttrekt, heb je precies die 2.500 euro. En die 750.000 blijft dan staan. Ja. En die pakt puur per maand die 4% eraf, zeg maar. Ja, daar leef je om van te leven. Dus dat is gewoon een soort van... En als jij, wat je net zei, als jij dan doodgaat, dan krijg je kinderen... Krijg je dan moet je wel erfbelasting betalen. Dan. Ja. Oh, zielig. Dus dat het kan beter een beetje aan het eind geven met de koude hand. Aan het eind moet je wel een beetje gek geven. Ja. Maar, oké, maar... Het is een megabedrag. Mensen schrikken daar vaak van. Maar, kijk, je hoeft het niet te sparen. Ik spaar dit bedrag niet, ik beleg het bedrag. Dus ik leg elke maand een bedrag in. En daar krijg je dan, daar maak je... Nou, soms zijn het natuurlijk slechte periodes, maar... Ja, over het algemeen maak je daar... Ook En dan bijvoorbeeld, stel je maakt een paar procent rendement per jaar. En dat rendement laat je weer staan. En dat gaat het volgend jaar weer groeien. Ja, dat ja, dus dat groeit steeds harder. Ja. Dus maar ik hoef niet 750.000 euro te sparen. Nee, waarschijnlijk nee, is het minder. Ja, wanneer... Wanneer wil jij dit bedrag dan hebben staan? Ja, ik vind het niet zo. Ik ben niet zo van... kijk, mijn leven verandert niet helemaal als ik dit bereikt heb. Want ik vind mijn werk leuk en ik blijf gewoon werken. En ik blijf gewoon wonen waar ik doe. En, dus het is niet zo van, oké, van vandaag 31 mei 2000 weet ik veel. Nee, dat niet. Maar wij hebben natuurlijk gedurende de jaren wel al het vermogen opgebouwd. Dus wij zijn al een stukje onderweg. Mm-hmm. Dus ik denk dat wij over 10 jaar of zo ongeveer... als alles wat we doen het goed blijft doen... dat we daar ongeveer zijn. Wauw. Dus dan heb je die 750... Of nee, dat is niet jullie bedrag. Dat is het bedrag wat ik bedacht. Ja. Maar nou, dat, dan heb je hebben dat symbolische bedrag dat heb je. Of dat is geen symbolische... Dat bedrag, dat doelbedrag heb je. Jemig. En dan heb je dus in principe... Kan ik al mijn rekeningen betalen. Zonder... En ik heb altijd gezegd... Ik heb ooit een keer op tv gezien... dat ergens... Ik moet nog eens een keertje nazoeken waar het precies was. In een of ander land hadden ze een ziekenhuis... en een kinderafdeling. Een net geboren kindjesafdeling. Ja. Ik heb even het woord kwijt. Prematuur. En daar hadden ze geen couveuses. Mm-hmm. En daar waren dus vrijwilligers die gingen naar naartoe. En die hadden dan 2 van die kindjes zo op hun borst liggen. Om ze warm te houden. Ja. Dat zei ik altijd tegen mijn man... Nou, als ik nou ooit een keer niet meer hoef te werken voor mijn geld... dan ga ik daar naartoe een paar maanden per jaar... dan ga ik gewoon als mijn eigen kinderen me niet meer zo hard nodig hebben... lekker met die kindjes op mijn borst. Oh, ja. En de rest dat gewoon, is het beeld wat jij er dan mee ja, hebt. Ja, nee, maar gewoon moet je voorstellen dat je dus... Ik hou van mijn werk, ik vind het echt superleuk. Maar er zijn ook best dingen die ik eigenlijk zou willen... maar nu waarvan ik denk, ja, ik moet ook gewoon geld verdienen ja, of zo. Ja, kan dus niet. Ja. Ja, dus die vrijheid, die is natuurlijk... Dus jullie willen binnen 10 jaar, over 10 jaar ongeveer... op dat punt zijn dat je rendement leeft. En als het 12 jaar of 15 jaar is, dan slaap ik er ook geen dag minder om, hoor. Maar het gaat, het is natuurlijk wel heel leuk. Nou, ik vind het wel een kort tijdsbestek. Ja. Maar wij zijn al 10 jaar bezig, hè? Ja oké. Okay. Dus maar dat vind ik wel inspirerend. Dus als je nu bezig zou gaan, in theorie zou je... Nou, oké, met alle uitgaven uitrekenen en zo. Ja. Als je nu begint, dan zou je zeg maar over een jaar of 20 ongeveer... zou kunnen. Ja, kijk, het is natuurlijk ook een situatie waarin dit totaal onrealistisch is, hè? Nee, ik bedoel, als jij van een AOW of van een bijstandsuitkering leeft en je hebt 3 kinderen of zo, dan is dit een heel leuk verhaal, maar dan denk jij van... Dan koop je hier niks van. Nee. Maar als jij 2 inkomens hebt thuis, of 1,5, en je denkt, ja, ik geef eigenlijk best wel een hoop geld uit. En je bent bereid om dat een beetje terug te schroeven, want als je inkomsten, of je uitgaven dalen, dan heb je ook weer minder geld nodig om dit doel te bereiken. Ja. Dus dat mes snijdt aan 2 kanten, zeg maar. Ja. Dan is dit... Ik vind het mega inspirerend. Wauw. Ja. Nou, we hebben meer mogelijkheden dan we vaak zelf denken. Dat in ieder geval zeker. Ja. En het is echt mooi om te weten dat je dus inderdaad als je in die situatie bent... dat je gewoon vanaf nu, als je nu zou beginnen... over 20 jaar gewoon zou kunnen leven van rendement. Dat klinkt Het ligt er natuurlijk aan hoeveel je weg kan zetten. Hoe de beurzen doen. Ja. Dus er zijn allemaal factoren. Ja. Maar het is wel een je weet wel in elk geval zeker. Ook al kan het dan misschien nog... Stel, het zit tegen, dan kan het niet volledig. Maar dan heb je wel een groot deel. Ja, dus mensen onderschatten vaak hoeveel geld... kleine bedragen per maand kunnen worden. Kleintjes maken één grote. Ja, dat is echt zo. En zeker als je dan ook nog rendement maakt, je doet er wat mee. En dan, dat is pas als je die buffer bij elkaar hebt, hè? Mm-hmm. Laat ik het altijd bij zeggen. Ja. En dat geld gaat groeien, dan zul je verbaasd staan van hoe jij
hoeveel jij kan realiseren. Al die dingen waarvan je dacht, nou, dat is niet voor mij weggelegd. Dat dacht ik ook altijd vroeger. Ja, ja, vooral, rijke mensen. Vooral beleggen is ook al, vind ik überhaupt al zo'n woord. Dat je denkt, ja, hoe dan, wat dan? Weet je, ja. Dan moet je helemaal induiken. Volgens mij wil je dan echt goed weten ja, hoe je het moet doen. Dus ja. Ook, want je hebt niet iemand die het voor je doet. Nee, zeker niet. Nee, het allemaal zelf. Ja. Nou, maar kijk, weet je, bij beleggen denken mensen vaak van dat je dan in de krant gaat kijken van oké, ik denk dat zoals het vroeger ging. Maar zo beleg ik helemaal niet. Ik beleg gewoon in een fonds en er zitten 6000 verschillende aandelen in van over de hele wereld. Is dat wat ETF of EFT? Ja, precies. En dan, er zijn allemaal verschillende sectoren, plekken op de wereld. Ja. En natuurlijk, als de economie super slecht gaat, dan gaat dat ook niet, niet goed. Maar het is niet zo van, bijvoorbeeld ik heb KLM aandelen en corona en het gaat helemaal mis. En nou, dan ben ik 30% van mijn aandelen kwijt. Dat gebeurt niet zo snel, want dat heft elkaar weer op. Ja, en over 10 jaar is een hele andere situatie. Ja, precies. Ja, het is echt een lange termijn ding. Ja, het is echt een lange termijn ding. Ja. En ik wilde dus niet dat ik dat allemaal moest gaan uitzoeken en elke maand moest denken van, wat ga ik nu weer doen? Of, of wakker liggen? Of want dat lijkt me dus ook irritant. Ja, ja. Ik zou er zelf gewoon niet al te veel mee bezig zijn. Nee, maar dat ben ik ook helemaal niet. Te veel, inderdaad. Gewoon nee, dus wij hebben gewoon een vast bedrag en het wordt afgeschreven op de eerste van de maand. Dat zet ik gewoon klaar. Ja. En dat is eigenlijk alles wat ik daar aan doe. Over dat klaarzetten. Dat vind ik nog de laatste vraag. Ik hang aan je lippen. Hoe zit jij maandelijks met je rekening? Zit je wekelijks? Heb je een kasboekje voor elke dag? Hoe doe jij dit? Nee, ik ben dus wel, toen ik hiermee begon en het roer echt om moest, ben ik dus wel gaan opschrijven wat geef ik uit. Hè? Gewoon om mezelf te confronteren ook. Maar dat doe ik eigenlijk al lang niet meer. Nee. Dan zijn mensen altijd een beetje in shock van, oh, zou het geen kasboekje bij? Nee, maar ik ben ook helemaal van de grote lijnen, weet je wel. Als het loopt, dan loopt het. Ja. Dus wij, mijn man en ik heb een afspraak. We verdienen een x-bedrag, dat weten we van elkaar. Als je dat niet weet van je partner, zou ik het gewoon eens vragen. Ja. Doe eens gek. En we hebben op een rijtje gezet, wat zijn de vaste lasten? En wat willen we nog meer uitgeven? Nou, dat betalen we allebei de helft van in onze situatie. En dan hebben we dus twee rekeningen. Dat dacht ik al. Ja, dat dacht ik al. Ik zag hem aan. Ik dacht, dat is voor jou. God, je laarzen. Ja, inderdaad. Dat een haakje bent. Ik zag hem al. Ik zeg, dat haakje. Oh. Dat haakje bent. Heerlijk. Mooi jongens. 140 euro. Ja, dat had je ook kunnen beleggen. Jij zit er niet warm bij. Straks. Waar gaan we ook weer? Over dat kasboekje. Hou je niet bij. Nee, ik hou dus niet van kasboekje. Dus mijn man en ik leggen allebei de helft van wat we willen uitgeven elke maand. Wat we uit gaan geven die maand leggen we in. Mm-hmm. En dat verdelen we over twee rekeningen. Ik heb dus één vaste lastenrekening. Ja. En daar worden gewoon alle dingen die automatisch worden afgeschreven. De hypotheek, gas, water, licht. Gezamenlijke vaste lasten. Ja, ja, die worden daarvan afgeschreven. En daar ben ik ooit mee begonnen. Omdat ik dus ook zo was. Dat ik had alles op één rekening. Ging shoppen. En dan kreeg ik een brief. Ja, de hypotheek kon niet afgeschreven worden. Dat gebeurt heel veel mensen. Ja. Dus ik wilde dat scheiden. Dus één vaste lastenrekening. Heb ik dus ook geen pinpas van. Dus ik kan daar verder niet zoveel mee. Nee. En in het begin stond er heel groot in de app van mijn man achter afblijven. Omdat hij wel eens dan toch iets daarvoor af ging halen. Maar dan konden de rekeningen niet betaald worden. Dus dat was bij ons ook even wennen. En dan hebben we nog een tweede rekening. En dat noemen wij de 3-6 rekening. Die eindigt op 3-6. Iedereen precies. Ja. Ja, we hebben zo'n bijnaampje voor ons, toch? Ja, iedereen heeft zo'n naampje. Of de boodschappenrekening. Inside joke. En dan zet ik dus elke week zet ik daar geld op. En dan heb ik dus uitgerekend. Nou, dus voor tanken, voor benzine, voor een cadeautje, weet je wel, wat wil ik daar ongeveer aan uitgeven? En dat zet ik dus per week erop, omdat voor mij duurt een maand ook best heel lang. Dus om te voorkomen dat je aan het begin van de maand denkt, ik kan van alles. Ja. Aan het eind van de maand denk ik, ik kan helemaal niks meer. Dus ik denk, nou, ik ga het gewoon per week erop zetten. En dat werkt hartstikke goed. En dan weet je dus ook van, oké, hoeveel heb ik nog deze week? Dus je hebt veel meer inzicht. Dus je hebt een vast budget voor jezelf. Ja, ja, ja. En als ik zeg, oh, het is december, nou, dan moet dat even omhoog. Of er zijn driejarig of zo, dan pas ik op aan. Ja. Maar op zich zijn het dus vaste bedragen. En als het die dag van de maand is, nou ja, het is een andere dag van de maand dan die je nu misschien denkt. Maar we snappen je, we hebben het over geld. Ja. Dan leggen we gewoon dat geld in. Dan zet ik dat bedrag op die rekening, dat bedrag op die rekening. Ja. En, dat is en dan heb je dus nog één rekening waarschijnlijk waar je salaris De rest staat. Van het geld. Nou, wij hebben dan dus nu samen besloten, wat gaan we daarmee doen? Want ja, als het daar maar staat. Want in dat weekbudget zit ook gewoon geld om eens een keer wat te kopen. Dus dat geld is eigenlijk over. En dat verdelen we dan bijvoorbeeld over extra aflossing of beleggen. Of zo. Ja, en doe je dat dan één allemaal geautomatiseerd. Ja, dus het wordt allemaal vanzelf van de rekening geschreven. Dus dat komt vanaf de afschrijfrekening. Ja, dus dat wil ik zo min mogelijk naar omkijken. Ja, dus dat wordt gewoon afgeschreven door de bank dan bijvoorbeeld. En als er dan eens een keer wat overblijft? Of blijft er nooit wat over bij jullie? Omdat alles al zo goed gepland is dat het al... In principe van ons vaste salaris, want wij keren onszelf vast salaris uit... Blijft er in principe niks over. Maar we hebben dus ook wel een spaarbedrag daarin zitten. Ja, dus we hebben wel een spaarrekening waar wat geld op staat. Ja. Als we een keer wat willen, dat gewoon kan. Ja.
Maar ja, ik ben altijd heel erg zo van, ja, hoe zou het overblijven? Wat ga je met je? Ja, jullie zijn allebei ondernemers. Wat gaat het dus op? Ja, jullie zijn allebei ondernemers. Dus aan het eind van het jaar denk je, nou, we hebben onszelf minder salaris uitgekeerd dan dat er binnenkwam. Ja. Je hebt nog wat over. Je denkt, ik hoef het niet in mijn bedrijf te steken. Dus ja. Aan het eind van het jaar denk je, nou, we hebben 10.000 euro. Nou, ja, hebben we nog kunnen ons over. Ja, wat doe je? Dan ga je dat ook automatisch weer beleggen of aflossen op die hypotheek. Klinkt heel nerdy, hè? Maar ja, dan gaan wij dus, we zitten zo met z'n tweeën aan tafel en zeggen van, nou, wat zullen we ermee doen? Maar kan het ook zo zijn dat je zegt, we gaan op vakantie? Ja, tuurlijk. Dan zeggen we van, maar daar spaar ik dan eigenlijk al voor, hè? Dus ja, dus jij spaart al voor al. Ja, precies. Ja, maar dat we zeggen je hebt alles al ingepland. Ik vind het fascinerend. Ja, maar ik kan ook zeggen, bedoel, het is niet dat wij nooit meer iets spontaans doen. Ik zeg van, weet je wat we doen? We gaan een weekend, naar Parijs of zo met z'n allen. En dan wat overblijft, zeg van, nou, dat wordt dan een extra aflossing voor. Ja. Dus ik zeg dan altijd, als er dan bijvoorbeeld een meevaller is, ook financieel, dan voelt het soms heel zuur dat je het helemaal dan niet heel verstandig mee doet. Mm-hmm. Dus wij doen dan soms 30% bijvoorbeeld, hou ik dan een beetje aan. 30% mogen we lekker... Wat leuk vind, ook kan ook iets zijn waarvan je achteraf denkt, nou, weet je al, ik dat was het niet waard. Maar dat je die 70% dan bijvoorbeeld wel iets anders mee doet. Ja, dan heb je maar goed gevoel erbij. Ik leer dus al wel van jou, jij spaart dus ook. Hè, wat je met je spaargeld wil doen, de slimme dingen, die heb je al ingekomen. Ja, dat weet ik dat al. Zie je bijna als een soort van vaste last, om het zo maar te zeggen. Ja, dus ik weet, ik ga bijvoorbeeld over een paar weken op vakantie. Met mijn kinderen en met mijn gezin, met mijn man. En dan heb ik wel al zeg maar besproken van, oké, weet je wel, wat willen we daar ook voor uitgeven? En dan sparen we dat in die maanden daarvoor bij elkaar. Ja, dan is het niet zo dat ik op Schiphol zag, ik denk... Ik moet nog maar gaan betalen. Ja, precies. Ja. Oh, wauw. Ja, jij plannen, calculeert gewoon heel veel dingen in. Ja. En je rekent heel veel door. Zeg maar. Ja, dus ik was vroeger heel erg zo van... Achteraf dacht ik van, oh, waar is het naartoe gegaan? En nu, en dat noem je dan met een heel vies woord budgetteren. Maar dat je gewoon vooraf bedenkt... Wat wil ik er eigenlijk aan uitgeven? Ja, weet je wel, vroeger kwam ik terug van vakantie... En dan was ik helemaal kaal, helemaal blut... En dan had ik geen idee waaraan. En nu zeg ik, nou, dit zet ik op de rekening. En dat gaan we er ongeveer mee doen. Ja, precies. Maar dus meer vooraf. Een meevaller of zo dan? In plaats van een meevaller. Ik denk, god, ik had wat met de tuin ook. Nou, dit wilde ik aan uitgeven. Nou, dat ging dus echt wel keer vijf. Of nou, niet keer vijf. Maar ik had echt in mijn hoofd, nou, we wonen aan het water. Moet echt de hele de tuin. Je had ook een offerte gehad. Offerte gehad. En nou, maar ja, dat wordt uiteindelijk toch altijd meer. Ja, Dus het ging van 15.000 naar 20.000 of zo. Ja. Nou, en daarna volgens mij uiteindelijk is er nog volgens mij 3.000 overheen gekomen. Dus volgens mij is het 23.000 euro in die tuin. Ja, tuinen zijn echt duur. Tuinen zijn echt belangrijk. Wonen aan het water. Het moest helemaal opgehoogd worden. Nou, ik snap de kosten, snap ik wel. Het was gewoon helemaal niks berekend. En weet ik het allemaal wat. Maar het was op zich helemaal prima. Maar dan denk ik, Gert, heb jij dan nooit zo'n soort van financiële tegenvallen? Tuurlijk, ja, die heb ik ook. Auto's, ik weet niet wat ik heb met auto's. Mm. Altijd gedoe. Ja, op een gegeven moment dacht ik, wil helemaal geen auto. Maar ja, we hebben het toch nodig. Auto's of, nou ja, wij hebben natuurlijk bedrijf en privé helemaal scheiden. Dus zakelijke dingen zitten daar. En het heeft niks met privé te maken. Maar natuurlijk hebben wij ook wel eens tegenvallers. Ja, maar wij hebben dan wel een potje waar we die meeste tegenvallers wel uit kunnen doen. En het is nog steeds zuur hoor. Ja, 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 dat denk je nog steeds van, godverdomme, daar had ik liever wat anders mee gedaan. Want dat bereken je niet helemaal door. Dat je denkt, het kan ook wel eens tegenvallen. Nou, ik heb wel een wekelijks potje onvoorzien. Of een maandelijks potje onvoorzien. Dat zit dan, het is dan iemand jarig. Waar kan ik lezen wat voor potjes jij hebt? Nou, heb je dat ergens een bocht over? Is er een soort van Excel-sheet maar het is met doorstromingen? Dus, wij hebben Excel-sheets, hè? Ja, dat weet ik. Ja, 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 ja. Maar dan moet je dan wel nog... Er staat wel een voorstel van dit zijn de categorieën. Maar mensen, huisdieren of zo, weet je wel, dat hangt natuurlijk ook van je persoonlijke situatie af. Maar wij doen eigenlijk, het is helemaal niet ingewikkeld. Dus vaste last op één rekening. Mm-hmm. Dus hup, daar heb je geen omkijken naar. En die andere rekening, leuke dingen, benzine... Potje onvoorzien boodschappen. Ja, okay. En een beetje kleding of zo, weet je wel. Ja. En dan tel je gewoon tot één bedrag, zet je per week erop. Ja. En dan krijg je dus ook dat als je bijvoorbeeld een verjaardag viert... en je hebt de brie aangerukt. Ja. En je bent vet over dat budget heen gegaan. Dat je dan daarna denkt, oké, die andere dingen, weet je wel, dat moet even toch... De verjaardag volgende week wordt heel karig. Ik krijg geen cadeautje. Ja. Schat, je moet volgende week maar even naar Amsterdam fietsen. Ja. We zien de geldsom. Nee, maar je leert wel, dat had ik echt nodig. Want ik was altijd heel erg een en-en. Van, en ik wil dit, en ik wil dat. Ja, en ik boek gewoon terug. En alles kon. Weet je, het klinkt negatief, maar je beperkt jezelf op een gezonde manier door te denken, Ja, want grenzeloos is ook wel goed. Nee, maar grenzeloos betekent dat alles opgaat. Ja, dan word je ook grenzeloos. Bij mij was dat altijd zo. Ja. En dan voel je ook dat alles kan, tot op een gegeven moment dus niks meer kan. Ja, dat is geweldig. Ja. Ik heb weer heel wat geleerd. Nou, vind ik tot slot, moet je echt even een shout-out naar jezelf doen, want je naast echt mega veel tips... Heeft ze ook heel veel programma's waar je van alles van kan leren. Ja, ik moet nog... Ik heb bij jou in januari... Hoe word je rijk? Zo word je rijk, Toen begon ik bevallen van Siep en Heb je dan niks gedaan? Maar ik heb het ook gestaan omdat jij kwam.
Ik ga vanavond aan beginnen. Ik zag dat ik het nog kan doen. We hebben alle cursussen opnieuw opgenomen. Oh. Want je weet hoe dat gaat. En denk je, nee, dat ja? Het was natuurlijk tijdens corona. Ze konden ook nergens naartoe. Dus ik heb een soort van thuis opgenomen. Dus we hebben alles opnieuw opgenomen. Dus dat komt er allemaal komende maanden aan. Ja. We hebben een in-control cursus. Dus die zou ik jullie aanraden. Ja. Dus dat gewoon echt... Ja. Weet je wel, gewoon... ik wil gewoon de baas weer worden over mijn geld. Ja. Weet je wel? Die boodschappencursus. Ja, want daar kreeg ik heel veel vragen over. Hoe doet René haar boodschappen? Ja, we hebben een budget boodschappencursus. Mm-hmm. Ja, ook ontstaan in de coronatijd. Omdat ik ook wel een hele goede moet zeggen. Ja, en ook... Hij is echt... Ik probeer bij alles te zeggen. Het is niet ingewikkeld. Het zijn niet urenlange... cursussen, dat je met je klapblok... Nou ja, tuurlijk, het is leuk als je het onthoudt. Maar het is meer van, ga ermee aan de slag. Praktisch. En ga het doen. En heel praktisch. Ja. En waar kopen we die cursussen? PortRenee.nl/winkel. Slash webshop? Nou ja, ik wel hoor. PortRenee, ik zet het in de video beschrijving. Ja. Ja, maar dat is echt superleuk. Als je dus echt tijdens deze video aan haar lippen hing... ga even die cursussen checken. Want ze zijn super waardevol zoals het nu klinkt. Ik moet het dus nog gaan doen. En niet zo duur. Nee, ze zijn vriendelijk voor je budget. Ja, ja. Wat ik leuk vind, jij zet eronder, jij haalt deze cursus eruit. En dat geloof ik ook. Ja, maar dat is dus echt... Nee, wij willen niet verkopen om te verkopen, maar... We willen natuurlijk, het kost allemaal geld, weet je wel, om dingen te maken. Dus er hangt een prijskaartje aan en dat mag ook. Maar het idee is dat mensen het allemaal dubbel en dwars terugverdienen. Ja. En dan krijg ik ook heel vaak berichtjes. Oh my god, ik twijfelde over je cursus. Want ja, het betalen voor een cursus over besparen is toch een beetje raar. Maar weet je, en dan komt het hele verhaal. Deze maand. Ja, daar staat het veel meer mee dan wat je deed. Want het is niet voor niks dat je die cursus gaat kopen. Want je wil wilt veranderen. Ja. Dus natuurlijk, het is altijd pure winst, denk ik. Ja, dus dat willen we ook heel graag. En daar gaan we ook heel goed op dat soort reacties. Ja. Die hangen allemaal uitgeprint. Want je hebt een kasboekje, had je het over een moneyplanner? Ja, ik had er eentje voor jullie klaar liggen. Dat ben ik dus vergeten. Geeft niks. We worden nooit rijk. Ik stuur hem naar jullie op. Een moneyplanner. Hij is heel leuk, roze. Met een lintje, alles erop en eraan. Oh, wat leuk. En met allemaal tips en tricks. En waar je dus inderdaad je uitgaven en je inkomsten kan... Ik heb altijd wel, als ik dit soort dingen hoor, denk ik... Oh ja, dat gaat zonde dat je het wissel voor mezelf spreekt. Dan denk ik dat je zo weinig soms kijkt naar... Ik kijk altijd heel bleu naar mijn financiën, weet je. Maar dat doen de meeste mensen. Gewoon niet heel erg veel doorrekenen of kijken. En nu hoor ik jou weer en denk ik... Ja, maar jij bent ook... Jullie zijn ook begonnen met sporten. Dat had je toch ook niet gedacht? Nee. Dat is heel lang geleden. Nee, zeker niet. Vorig jaar zei ik nog steeds niet. Nee. Ja, klopt. Dat is ook een mindset. Dus dat is ook... Ja, op een gegeven moment gaat er iets om. En dan wordt het ook leuk. Ja. Het is misschien eerst dat je denkt van... Nee, ik heb geen zin. Ja. En daarna zie je... Oh, wacht eens even. Weet je, ik hou hier echt heel veel voordeel uit voor mezelf. Ja. Dan werkt het. Ja, en dat is dit ook. Het moet echt voor je gaan werken. Ja. Niet tegen je gaan werken. Nee, op een gegeven moment wordt het echt leuk. En dan... Want vriendinnen zeggen ook tegen mij van... Hoe doe jij dat? En dan wil die man weer niet, of die vriend. En dan na een tijdje krijg je een appje. Ja, ik heb me zover hoor. En dan uiteindelijk is hij degene als ik daar kom van... Ja, we zijn aan het beleggen, we zijn aan het sparen. Ja. Dan zijn ze helemaal enthousiast. Ja. En ze zeggen goed. Het is wel leuk dat je samen op één lijn ligt en zo. Ja. Weet je wel? Ik heb wel eens bij mijn eigen relatie dat ik wel eens denk... Van, soms zou ik als minder joh moeten luisteren. Want ik ben soms zelfs heel voorzichtig. Weet je wel? Gewoon liever heel veel oppotten. Ja. Weet je wel? Dat is op zich hartstikke leuk. Daarvoor kan ik een tuin betalen. Dat is op zich hartstikke goed. Maar hij zegt zo van... Nou ja, die overwaarde, best overwaarde in ons huis. Kunnen we dan niet gewoon het tweede huis? En dan gewoon even dat helemaal uitgerekenen. Ik word er altijd heel zenuwachtig van. Volgens mij ben jij ook een beetje zo. Ik hou echt van oppotten. Ja, maar Nederlanders zijn de spaarders. En zo van... Ik wil gewoon zo min mogelijk naar kijken. Ja, maar Jork is er gewoon meer risico. Sommigen zijn echt risico. Ja, maar mannen zijn vaak... Zeg maar. Mannen zijn ook van de bitcoins en coin, poker en zo. En ik moet zeggen, dan hoor ik hem weer. En met die bitcoins heeft hij best wel nog leuke dingen van kunnen doen. Weet je wel. Dan denk ik, waarschijnlijk zit de waarheid ergens in het midden. Ja, dat klopt. Ja. Dat is en dan mag hij een beetje naar jou luisteren en jij een beetje naar hem. Ja, klopt. Dan denk ik wel echt inderdaad. Maar hoor je jou weer, denk ik, oh ja, leuk om toch weer samen ook echt goed ervoor te gaan zitten. En gaan kijken, waar kan het anders en beter. Hij is wel degene van ons die echt elk jaar kijkt, want dan kan de energierekening laten. Dat regelt hij dan ook. Ja, ik ben er echt zo heel leuk. Maar hij doet dat allemaal wel. Hij kijkt wel naar die kleine dingen om te besparen bijvoorbeeld. Maar met boodschappen moet ik wel zeggen van mag het weet je wel, want hij doet vaak de boodschappen. Kling, kling, weet je wel. Treetjes van 24. Ja, precies. En dan gelijk echt zo van, het Jorks had voor veel kopen. Massa. Ja. Kopen. Dat is lekker voordelig. Ons gaat het niet op, weet je. Maar het kan ook echt iets zijn wat je... Het klinkt, mensen geloven het vaak niet als ze er niet mee bezig zijn. Maar het kan je ook echt wel verbinden. Want je gaat ook praten over van... Oké, wat vinden we nou eigenlijk echt belangrijk? Ja. En waar halen we wel plezier uit? En waar haal jij plezier uit? En zo. Dus het is ook wel een groter gesprek dan alleen maar... Hey, je mag niet zoveel boodschap uit. Ja, het is wel allesbevattend. Het gaat echt over het leven, ook wat je samen opbouwt. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is ook wel mooi. Ja. Ja, dat is wel echt een leuk relatiegesprek. Ja. Of minder leuk, maar dan kom je er ook wel weer uit eigenlijk. Ja. Dan zijn er weer psychologen waar je je geld aan kan geven. Geldcoaches, dat soort dingen inderdaad.
Nou René, ik vond het een superleuk gesprek. Dankjewel. Nou, ik denk dat je velen van ons hebt geholpen. Ja, ik hoop het. We doen ons best. En je weet, als je nog een vraag hebt in de comments, stel hem. Wie weet, beantwoorden René nog wel als je geluk hebt. En zo niet, dan moet je deze video nog een keer terugkijken. Er zitten heel veel waardevolle tips. En dus even de videobeschrijving checken voor meer dingen van René. En haar cursussen checken, denk ik. Want dat lijkt me wel een hele goeie. Dus, dankjewel. Dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel dat ik mocht komen. Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Doei.